Ja, een heel andere bestemming dan. De komende twee weken gaan er maar liefst 3 missies naar Mars. Vanaf half juli tot half augustus staat Mars relatief dicht bij de aarde. En is het makkelijker om met een raket naar de rode planeet te gaan. Maar dan moet het weer wel meezitten. De eerste van de 3 missies, die van de Verenigde Arabische Emiraten, werd vandaag uitgesteld. Het zou een primeur zijn. Nog nooit ging een Arabisch land naar een andere planeet. The first Arabic countdown the world has ever heard. Ja, wen er maar vast aan. Aftellen in het Arabisch. Deze week moet het gebeuren. De Emiraten hebben de primeur. Het wordt de eerste Marsmissie in de Arabische wereld ooit. Het is niet voor niks dat dat dit jaar gebeurt, want volgend jaar bestaat dat land 50 jaar. Dus de aankomst bij Mars, begin 2021, dat wordt echt een beetje om te vieren. 50-jarig bestaan, kijk eens wat wij allemaal kunnen. Deze ruimtezonde gaat niet op Mars landen, maar komt in een baan eromheen. Eigenlijk is het een soort luxe weersatelliet voor de planeet Mars. De Emiraten doen het nog niet helemaal zelf. Het land dat heeft aardig wat ervaring opgedaan met ruimtevaart, maar tot nu toe vooral met satellieten in een baan om de aarde. Dus daar hebben ze ervaring mee. Aan de andere kant, ze kunnen het nog lang niet helemaal alleen. Ja, het is een Arabische satelliet, maar hij is gebouwd in samenwerking met Amerikaanse universiteiten. Hij wordt gelanceerd met een Japanse raket. Dus ze zijn echt nog in de leerfase. Maakt niet uit, zeggen ze hier. Wij zijn er trots op. It makes us as a region more integrated into the global community. It helps in stabilizing the region. It helps in building our future economy. En voor de Emiraten gaat het vooral ook om imago. De Verenigde Arabische Emiraten willen laten zien dat ze meer zijn dan olie en dure hotels. Het land investeert in wetenschap, in universiteiten. En het wil als voorbeeld dienen voor de rest van de Arabische wereld. Geen oorlog of conflict, maar ruimtevaart. Het koopt een plekje in de wetenschappelijke wereld. En dit is in alle opzichten een prestigeproject. Want daarmee komt het land in hetzelfde rijtje als China en de Verenigde Staten. De andere landen die de komende weken naar Mars gaan. Watch the launch. Watch the launch. Watch the launch. Watch the launch. Die lancering staat nu gepland voor donderdagavond laat.